Mevrouw Hermans komt er in tweede termijn. Ja, misschien een hele korte reactie. Want ik deelde wat de heer Zeeg zegt. En we hebben natuurlijk ook gezien dat juist ook in deze toeslagenaffaire, die het ontbreken van de hardheidsclausule die we later hebben toegevoegd, dat die zoveel problemen heeft veroorzaakt. Maar omdat u hem nu zo breed stelt, zeg ik, moet ik even heel even mijn gedachten iets langer over laten gaan dan hier in een paar seconden antwoord op geven. Dank u wel. Interruptie van de heer Wilders. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Hermans is ooit begonnen als politiek assistent, als ik het goed heb, van de premier. En ik vroeg me af wanneer ze van plan is om die rol los te laten. Want wat u nou doet, is een uur lang, of weet ik hoe lang er heeft gestaan, dat u alles van het kabinet verdedigt. En als u het niet verdedigt, dan heeft u de truc uitgevonden dat u iets ook problematisch vindt en daar vragen over heeft, zoals u bij ieder debat altijd doet. Maar ja, er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. We weten al dat de premier heeft gelogen over het wegwerken functie elders van de heer Omtzigt. Daar komt nou bij dat hij met zijn hele team blijk uit de notulen Kamerleden op zijn minst toch heeft geïntimideerd. Dat er stukken, of het nou politiek of niet is, het zal me worst zijn, stukken bewust niet naar de Kamer zijn gestuurd. En dat allemaal bij elkaar, mevrouw Hermans. Dan moet hij toch consequenties aan verbinden. Als het gaat om dit kabinet. Zij kunnen toch niet dat herstel van die politieke malaise tot zich nemen. Je laat toch niet die pyromaan hoofd van de brandweer blijven. Wat zijn de consequenties? Of blijft u tot aan het einde van uw politieke dagen de politiek assistent van premier Rutte? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD. En de afgelopen 4 jaar was ik Kamerlid voor de VVD. En vanuit die rol, vanuit die ervaring sta ik hier en geef ik een oordeel over wat er in het rapport heeft gestaan en over het debat wat we vandaag voeren. Dat is de enige rol waarin ik hier sta. De heer Wilders. U gedraagt zich als een assistente. En er is niks mis mee hoor, politiek assistent. Waarschijnlijk heeft u een hele leuke tijd gehad, maar u bent nu fractievoorzitter. En u gedraagt zich nog steeds als de politiek assistent, als de tassendrager, als de masseuse, of weet ik hoe je het moet noemen, van de premier. Meneer dat is wat hij doet. Nee, maar dat is wat nee, maar meneer Wilders, ik wil aan u vragen om het niet te persoonlijk maken. U gaat over uw eigen woorden, maar het is wel heel erg nu op de persoon. Spijt me, ik zeg wat ik zeg en ik neem geen woord ervan terug. U gedraagt zich op de woorden die ik net gebruikte, als de masseuse, de dingen van de premier. Wat ik wil zeggen, u bent dienstbaar aan de premier. En u lijkt al alsof u geen eigen mening heeft. U moet gewoon zeggen, hou er mee op. Je hebt Nederland voorgelogen. Je hebt de Kamer voorgelogen, mijn beste Mark. Als het gaat om de heer Omtzigt. Je hebt de Kamer stukken onthouden. Jouw team heeft de Kamerleden geïntimideerd. En ik ben nu Kamerlid. Ik ben fractievoorzitter van de grootste partij van Nederland. Ja, mevrouw de voorzitter, u geeft heel veel tijd als de heer Jette aan het woord is. Ongeveer 5 minuten en ik mag niet 1 interruptie afmaken. Wat krijgen we nou? Ik wil mijn punt afmaken. En u maakt niet 1 keer. Geeft u de heer Rutte van katoen. Zegt u onacceptabel. Jij bent niet de persoon om dat te doen. En ik vraag u nogmaals. En ik hoop dat u verder komt dan het antwoord, ik ben uw fractievoorzitter. Laat zien dat u fractievoorzitter bent. Laat zien dat u niet de tassendrager bent van Rutte. Laat zien dat u een eigen mening heeft. Is hij nog de man met zijn kabinet die ervoor kan zorgen dat het herstel in het vertrouwen van de politiek kan gebeuren? Of ben u met mij van mening dat hij dat niet meer kan? Dat die pyromaan niet brandweerman kan blijven? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik ga inderdaad niet in op al deze persoonlijke kwalificaties. Ik ben het er volstrekt mee oneens. En dat de heer Wilders iets anders van mij wil horen in mijn oordeel dan ik geef, dat is zijn probleem en niet het mijne. Ik heb het oordeel gegeven als fractievoorzitter van de VVD. Ik heb het oordeel gegeven wat 34, nou minder, want de leden van het kabinet die nu ook in de fractie zitten, zijn niet aanwezig bij deze fractievergadering waar wij ons oordeel vormen. Dus ik moet even goed tellen. 31 fractieleden hebben met elkaar het oordeel gevormd wat ik hier verwoord heb, hebben met elkaar gezegd dat 37 pagina's notulen, waarin zoveel gezegd wordt over Kamerleden, dat dat lelijk en ongepast is. En dat de premier die beaamt de uitspraak van Cora van Nieuwenhuizen, dat de coalitiefractie niet een scherper standpunt in mag nemen dan de oppositiefractie, dat dat niet klopt en dat het bovendien onwaar is, bezijden elke waarheid en werkelijkheid is, en dat ik wil dat hij terugkomt op die uitspraak en aangeeft dat hij dat ook vindt, dat hij het met mij en met de VVD-fractie eens is, dat er maar 1 plek is waar de VVD zijn standpunt bepaalt, en dat is in onze fractie. De heer Wilders. Ja, en vervolgens verandert er niets. Hè? Toen de premier loog, mevrouw de voorzitter, over Omtzigt functie elders.
Toen zei hij ook van, ja, het kan niet en allemaal verkeerd en zo. En hij loog gewoon. Hij gaf het toe. Hij zei hij gaf toe dat hij had gelogen. En u zei als politiek assistent, want zo gedraagt u zich, van de premier, zegt hij van, nou oké, nooit meer doen, hartstikke goed, we gaan door. Nu blijkt opnieuw dat die hele ministerraad, de heer Omtzigt, die zit nu thuis. De heer Omtzigt die zit niet thuis, omdat de heer Rutte en de heer Hoekstra en allemaal die mensen daar in VK hem niet hebben gesteund om de waarheid naar boven te halen, maar hem hebben tegengewerkt. En wat zegt u? U zegt, nou, het is allemaal niet netjes geweest en ik wil dat de heer Rutte daar wat over zegt. Laat zien dat u ballen heeft. Laat zien dat u kracht heeft. Laat zien dat u een zelfstandige parlementariër bent die dit niet pikt, in plaats van voor de zoveelste keer de assistent en de tassendrager van de premier. Voorzitter, als het hebben van kritiek of het vellen van een oordeel alleen maar tot kracht kan hebben als het eindigt in iemand naar huis sturen, iemand de laan uitsturen, daar doe ik niet aan mee. Mijn tegenkracht, mijn kritiek, mijn boosheid over wat hier gebeurd is, uit ik in woorden en vraag ik reflectie op om daarvan te leren met elkaar en stappen in te kunnen zetten om het hier als Kamer, in hoe we het in de politiek met elkaar rooien, de macht en de tegenmacht, ik noem het woord nog maar een keer, onze bestuurscultuur aan te passen, te moderniseren aan deze tijd. Dat is wat ik hier doe en dat is het oordeel wat ik vel. De heer Wilders. Ja, ten slotte, voorzitter, wat u laat zien, mevrouw, is geen macht of tegenmacht, is 100% onmacht. U bent de vleesgeworden onmacht hier vandaag. U bent de assistent en de tassendrager van de premier. Mensen hebben niks aan reflectie. De mensen die het slachtoffer zijn van die toeslagenaffaire, die hadden geholpen geweest als de waarheid eerder naar boven was gekomen. En u heeft daar niets aan gedaan. Sterker nog, u heeft ervoor gezorgd dat die parlementariër die thuis zit, die samen met mevrouw Leijten is opgekomen voor die mensen, dat die is tegengewerkt. En op het moment nu zien we dat de heer Rutte en de zijnen hem heeft tegengewerkt, dat zelfs binnen het eigen CDA, dat ze hem wilden sensibiliseren, lees Melkoven, dat u daar mee verantwoordelijk voor bent geweest, althans het kabinet, en u zegt daar niks over. U zegt niet, dit is onacceptabel, wegwezen als je zo met parlementariërs opgaat. U had op kunnen komen voor de heer Omtzigt. U had op kunnen komen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. U toont alleen maar onmacht en dat u een assistent bent, een medewerkster, een persoonlijk assistent van de heer Rutte. En dat zou een fractievoorzitter van de VVD niet mogen zijn. Voorzitter, ik ben het met de heer Wilders eens. Dat heb ik meerdere malen in mijn betoog ook benadrukt. Dat wat er gebeurd is in de kinderopvangtoeslagaffaire, dat het verschrikkelijk is. Dat ouders ongekend onrecht is aangedaan. En dat we alles op alles moeten zetten om dat wat wij nog kunnen compenseren, waar wij het leed nog enigszins kunnen verzachten, dat we dat doen. Waar wij totaal verschillend in de wedstrijd zitten, zou ik willen zeggen, is dat u vindt dat als je een oordeel velt, dat het altijd moet eindigen met iemand de laan uitsturen. En dat deel ik niet. Sterker nog, ik wil dat niet doen, omdat ik wil dat het kabinet aan de slag gaat, aan het werk gaat. Het kabinet werk maakt elke minuut van de dag met dat wat nodig is voor ouders. En dat is wat ik hier sta te doen en dat is waar ik mij voor inzet, elke dag opnieuw. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hermans. Ik schors de vergadering even voor een enkel moment voor een tussenstop, zeg maar. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. Wij zijn ambtsgenoten.